tof dat je weer kijkt naar de vlog over het vissersleven. Dit keer ga ik jullie laten zien hoe de vangst wordt verwerkt. Vanaf de zak, het net, tot aan de afslag. Ja, het eerste wat we gaan doen als we onze vangst gaan verwerken is natuurlijk de netten boven halen. En je ziet het. Hun zorgen ervoor dat de zaklijn ingepikt wordt in de jumper. Waardoor het net, de zak, het laatste gedeelte van het net, boven deze bakken komt te hangen. Ja, ondertussen zorgen we ervoor dat er een laagje water in de bakken staat. Zodat de vis die erin belandt blijft leven. We willen de vis zo snel mogelijk overboord hebben, zodat het in leven blijft. De goede vis zoeken we natuurlijk uit en dat gaat mee naar de afslag. Zodra ze uit het net komen, zijn ze in de bak gestort. En vanuit die bak komen ze op het eerste bandje terecht. En je ziet het, daar gaan ze omhoog. Daarna ze zo snel mogelijk worden uitgezocht op deze band. Hier worden de groeide vissen, de grote maatsenvissen, op de andere band gegooid vanuit de kleintjes die overboord gaan om weer verder te kunnen zwemmen. De spoelmachine is ervoor om alles schoon te spoelen van de vis. Want daarvoor heeft het natuurlijk een spoelmachine. Ja, en vanuit de spoelmolen komt het dan op het laatste lopend bandje terecht. Waarna het in het visruim in een koker komt en dan kunnen we het natuurlijk in kisten stoppen. Ze zijn het gespoeld, ze zijn hartstikke schoon. En achter ons worden ze in de kisten gedaan. Dat gaat met 3 lagen ijs, zodat we een goede kwaliteit kunnen hebben. En u een goede kwaliteit ertoe kunnen geven. En naast ze in de kisten zitten, is er nog maar 1 ding wat er moet gebeuren. Voordat we kunnen lossen natuurlijk. En dat is de kisten opstapelen. En het is eigenlijk best wel lekker om hun te zien werken. Kijk, zie je hem gaan? Dat is de vuilviskampioen van Nederland. De RG21. Wij helpen mij om de zee schoon te houden. Ja, dit werk doen we dus 40, 50, 60 keer in de week en het wordt nooit saai. Nee, echt niet hoor. Je weet namelijk maar nooit wat er in het net zit en hoeveel het is. En alle soorten nemen wij dus gewoon mee. Inclusief het afval om de zee schoon te houden. Ja, bedankt voor het kijken van deze vlog. Kijk ook even op de Facebookpagina van EMK. Want daar staat het filmpje van de RG21 op en hoe zij hun vis en hun afval vangen. Tot de volgende vlog.